Goed. Ik ben John Zondag, architect uit Amsterdam. Ik heb een huis gebouwd in de Buikslotenham. En ben gevraagd om iets te vertellen over de ontwikkeling in dat gebied. Ik weet niet of er mensen zijn die dat gebied al kennen. Maar om het makkelijk te maken heb ik het een beetje voorbereid met wat dia's van het gebied. Maar ik ga ze niet allemaal uitleggen. De strekking van mijn verhaal is eigenlijk... dit is de opmaat. De masterplan is dead. Het masterplan is dood. Lang leven de grootste visie. Het feit dat we niet meer masterplannen maken die van begin tot eind zijn uitgedetailleerd, betekent niet dat je een visie, daarmee ook geen visie meer kunt hebben. Mijn visie is stedelijke biodiversiteit. Een kantelpunt voor mijzelf in denken erover was in 2008 toen ik een plan had gemaakt voor het Zeeburgerpad, een strook in Amsterdam, waar we dat maakten vanuit de ouderwetse, noem ik dat maar even, gedachtegang, dat je natuurlijk een masterplan moet maken. Je moet dat plan hebben over het geheel, anders gaat alles mis. En ja, dan was de invulling was nog even de vraag, doen we dat met kleine of grote blokjes? Nou, daarna heb ik, ja, het is allemaal in het Engels, want in Amsterdam zit er altijd één iemand in de zaal die geen Nederlands spreekt. En dan moeten we dat in steenkolen-Engels doen en dat is echt verschrikkelijk. Dus ik zet het altijd in het Engels op het bord en de rest vertel ik in het Nederlands. Biodiversiteit, dat is interessant. De rijkdom van een ecosysteem kun je afmeten aan de hoeveelheid kleine organismen. En dat is iets leuks in, als je dat vertaalt naar vastgoed. In het vastgoed zijn we gewend geraakt aan hele grootse plannen die je liefst zo planeconomisch efficiënt mogelijk in zo groot mogelijke stukken ontwikkelt. Nou, het is preken voor eigen parochie, dat willen we allemaal niet meer. Wat dat betreft vertel ik niks nieuws, maar het is wel een heel belangrijke vaststelling. Je moet eigenlijk, een van de hoekstenen van hoe ik nadenk over de stadsontwikkeling is, die kleine schaal, dat is een ontzettend interessant gegeven en daar moet je eigenlijk, die moet je eigenlijk koesteren. Dat zal niemand verbazen, is waarschijnlijk ook iedereen het mee eens, net zoals iedereen het mee eens is dat je duurzaam bouwt. Maar toch, het is een heel belangrijk gegeven. Goed, de Buikslotenham, daar ga ik dat praktisch in toelichten. Dat is een gebied ten noorden van het Centraal Station, tussen het NDSM-terrein en het Shell-terrein. Misschien dat mensen dat wel kennen. En daar is sinds 2000, 2003, is daar gewerkt aan dat masterplan. Het is een bedrijventerrein dat zou geleidelijk aan getransformeerd worden van wonen naar gemengd wonen en werken. Voor Nederlandse begrippen best een bijzonder concept. Gemengd wonen en werken, dat doen we niet. Dat hebben we 100 jaar geprobeerd te vermijden. Dat zouden ze hier gaan doen en het bijzondere was dat dat geleidelijk ging gebeuren. Maar toch nog steeds wel een masterplan. Nou, hier zie je de locatie van het gebied. Het ligt ten noorden van het Centraal Station. Nog een keer. Er werd een onderscheid gemaakt in de wat paarsere, blauwere gebieden. Dat was meer gemengd. En hier waren de werkfuncties nog wat steviger. Die voerden de overhand. Dus die menging die was ook in verschillende smaken in het gebied. Nou, er zijn nieuwe icons in het gebied. Dit zijn wat sfeerplaatjes. En dit is een plaatje van terreinen die in bezit waren van de gemeente Amsterdam. Die heeft de gemeente geleidelijk aan op de markt gebracht, elk jaar een plukje. En sinds 2011 is de nieuwe mode in Amsterdam zelfbouw. En zelfbouw, dat is interessant, want daarvoor, deze projecten die je hier ziet, dat zijn best mooie projecten. Maar die sluiten aan op jouw prijsvraagcultuur. Het is interessant om te vertellen hoe dat daar is gegaan. Daar deed ik overigens ook aan mee. 2009, prijsvraag voor een duurzame tender heette dat toen. Ik heb alle projectontwikkelaars in Nederland aan de telefoon gehad. En ze wouden geen van allen meedoen. En niet alleen omdat het crisis was, maar omdat er een ontwikkelplicht zat op deze kavels. Dus dat is misschien ook een leuke om te onthouden. Als je wil dat er echt wat gebeurt, dan moet je kun je nadenken over een ontwikkelplicht. Maar dan moet je er wel rekening mee houden dat niet iedereen dan meedoet. Deze gebouwen die zijn dus ontworpen net voor het dieptepunt van de crisis. Daarna zijn ze
het terrein gaan vegen en gezegd, ja, we zijn aan het ontwikkelen. En net een jaar geleden zijn de meeste dan eindelijk opgeleverd. Dit is een korte samenvatting van wat ik net vertelde. Zit boven en daaronder zie je een paar projecten waar ik zelf aan gewerkt heb in de Buikslotenham. Mijn eigen woonhuis. Ik heb een kavel gekocht in 2011. Een ander project, ook een woonwerkhuis. En een collectief project, een CPO-project, ook in de Buikslotenham. Nou, wat is er nou gebeurd? Ik had het net over zelfbouw. Wat de gemeente eigenlijk gedaan heeft, na die tenders, die duurzame tender, was één van de kavels. Dat kwam echt niet van de grond. Daar was een prachtig plaatje, dat is heel klein hier. Dat heette de Kameel van Noord. En dat was een plan uit de tijd dat het geld tegen de plinten klotste. En dat iedereen, ontwerpers maakten mooie plaatjes en het werd allemaal wel betaald. In 2011 is er besloten om dat kavel, daar zouden 100 woningen of meer op komen, om dat op te knippen in 6 kleinere kavels van en een CPO-project te maken. Dit is een plan met eengezinswoningen, gewoon vrije kavels. En één daarvan die heb ik dus gekocht in 2011. Nou, daar waren heel eenvoudige spelregels voor vastgesteld. Een 2 A4'tjes met een kavelenvelop. En dit is het ontwerp. Dit is een ander ontwerp, ook heel leuk. Maar het echte leuke van het gebied is dat wij daarna met de buren gingen praten. En dat is eigenlijk waar ik het over wil hebben. Al die mensen die daar gingen bouwen, die gingen bouwen op een bedrijventerrein. Het was een soort Asterix en Obelix dorpje in het begin. Wij tegenover dat grote bedrijventerrein waar je verder s'avonds gewoon niks te doen had. Wij waren daardoor heel erg eensgezind in wat wij wouden bereiken. En met name ook naar de gemeente hadden wij heel wat noten op onze zang. Er zaten veel ontwerpers ook in die groep. We begonnen dus met een straatje met 15 huizen. En op een gegeven moment hebben we besloten om de handen in één te slaan en een maquette te maken van de straat. Omdat het ontwerp wat de gemeente had gemaakt, vonden we niet mooi genoeg. We hebben ook een website gemaakt. En wat dus belangrijk was bij de ontwikkeling van ons gebied, was dat we de publiciteit ook heel erg zochten. En uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen om zelf, ja, de kwaliteit is niet heel goed, maar je moet het maar geloven. We hebben het voor elkaar gekregen om zelf een ontwerp te mogen maken voor de openbare ruimte. Dus eerst mijn eigen huis, daarna de openbare ruimte. Hier een plaatje van die straat. We hebben een bewonersvereniging opgericht. En we hebben vastgesteld, er zijn eigenlijk geen voorzieningen in die buurt. Toen hebben we met een paar mensen gezegd van ja, goh, dit is onze straat hier. De Bosrangstraat, dit is mijn huis. Zou het niet leuk zijn om met een aantal mensen die proces van het bouwen... Dat was eigenlijk heel leuk. Dat zouden we best nog een keer willen doen. Dus we hebben een concept getekend, We Want More. En we hebben gezegd, we zijn eerst naar de gemeente geweest, daarna naar IJmeren, een woningcorporatie. En we hebben gezegd, we hebben een idee, wij willen voorzieningen maken in de wijk. Want wat was het geval? Albert Heijn zat een kilometer verderop en die had daar vastgelegd, je mag geen voorzieningen maken in de hele Buikslotenham, want iedereen moet naar onze Albert Heijn. Wij zijn zelfbouwers en wij dachten dat wij willen dat zelf bepalen. Dus we zijn die partijen afgeweest, alleen die wouden niet meewerken, want, en de crux van het verhaal komt zo meteen, dat was hun stukje grond en niet dat van ons. Dus zij mochten het zeggen. Nou, in Amsterdam heb je, wat ik al zei, geleidelijk aan wordt steeds een plukje zelfbouwkavels uitgegeven. En de volgende die vrijkwam, daar heb ik toen een concept voor getekend. En dat heb ik een naam gegeven, dat noemden we de Kastoren. Als je heel goed hebt opgelet net, maar als je het niet hebt gezien, vergeef ik het je. In mijn huis zit ook een kas bovenin de woning, een annex aan de woonkamer. Dat zou hier ook komen in deze toren. Dus woningen met een hele grote, onverwarmde, maar overdekte buitenruimte. En die Kastoren, daar zijn we mee de boer op gegaan, hebben een groep opgericht. En we hebben dat kavel verworven. En dit sla ik even over. We hebben dus gefocust op de voorzieningen in dat gebouw. Met mensen uit de buurt hebben we geprobeerd om daar de voorzieningen om na te denken van wat zouden we dan willen. We hebben vastgesteld dat er een heleboel inspirerende voorbeelden zijn. En we hebben uiteindelijk met de ontwikkelaar hiervan hebben een deal gemaakt dat die mee zou financieren om dat van de grond te krijgen. Nou,
we zijn de buurt ingegaan en we hebben dus een buurtcoöperatie opgezet. En we hebben een tekeningetje gemaakt. Ja, je moet er heel goed naar kijken voor je het echt snapt. Maar het doel van de tekening was de strekking van het verhaal. Iedereen kan een verschillende reden hebben om eraan mee te doen en om er wat aan te hebben. Dus heel simpel gezegd, traditioneel, je steekt geld in vastgoed en je haalt geld eruit. Je kunt er ook kennis in steken of innovatie of ervaring. Ik ben bijna bij het punt. Helemaal we goed. Zoeken de publiciteit ermee. We hebben een ontwerp gemaakt. Nou denk je, eindelijk een ontwerp, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de grond. Uiteindelijk is het zo dat waar mijn verhaal op neerkomt is, ik ben ervoor dat het kartel wat in Nederland eigenlijk bestaat onder de grote ontwikkelaars, die hebben in Amsterdam tenminste, laat ik het over Amsterdam hebben, die hebben heel Amsterdam onderling verdeeld, zou ik maar zeggen. En wat ik bepleit, is dat dat moet worden opengebroken en dat er dus eigenlijk naar zou moeten worden gestreefd om die kleine projecten mogelijk te maken in eigenlijk door heel Amsterdam en om dus na te denken over grondpolitiek. Dus ik heb een heleboel voorbij horen komen vandaag over doelgroepen en over duurzaamheid. Dat zijn allemaal best goede ideeën, maar uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat je het moet hebben over grondposities. En als je het dus hebt over een nieuwe vorm van stadsontwikkeling, kleinschaliger, met meer eigen initiatief. De gemeente moet dat helemaal niet organiseren. Dat moet je gewoon aan de markt overlaten. En de truc is volgens mij om dat dus te gaan verkleinen. Ik ben daarmee ook bij BNR op de radio geweest. En ik ben er dus voor om de zelfbouwkavels die in Amsterdam worden aangeboden, dat is leuk, maar dat zou op een veel grootschalige manier moeten worden aangepakt. En eigenlijk, dit is een laatste plaatje. Dit is mijn persoonlijke aanvalsplan voor de rest van de Buikslotenham. Ik heb nu op 3 plekken in de Buikslotenham heb ik een project gerealiseerd. En ik wil op een aantal plekken dat nog vaker gaan doen. En dat is mijn manier om vanuit mijn eigen bureau op een hele bescheiden manier, maar toch bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad. Laatste anekdote. Ik heb hier een citaat van een tekst die ik ooit heb opgepikt van het internet. En die heel inspirerend was. En het grappige is dat tenminste één iemand in de zaal die kent die tekst heel goed. Want hij is geschreven door Tjalling. En hij gaat eigenlijk over hetzelfde. Dat was een plan ooit voor meer stad, om meer stad te gaan verdelen onder alle Groningers om van die financiële molensteen af te komen. En dat sluit heel aardig aan op wat ik verteld heb. Dat was het. Dankjewel. Dankjewel, John. Zeer inspirerend, denk ik. Wat ik interessant vind is eigenlijk Buikslotenham natuurlijk een project wat door de crisis heen toch ontwikkeld is. In kleine korrel. En we hebben nu het kantelpunt in Amsterdam zijn we wel echt voorbij. Het is weer de tijd van de grootste plannen en het mag allemaal weer. Fout natuurlijk. Maar hoe werkt dat nu bij jullie? Word je ook meteen onder de voet gelopen? Zegt de gemeente van ja, nee joh, dat was leuk, dankjewel. Ja. Ja, dat is een heel, heel kort antwoord. Dat zegt de gemeente inderdaad. We gaan nu natuurlijk weer volume maken, zeggen ze dan. En ja, ik vind dat echt. Ik moet het netjes houden, maar ik vind dat niet kunnen. Ja. Het is namelijk volslagen onzin. En het is ook dom. Want één ding heb ik. Ik heb geprobeerd met te haasten. Eén ding heb ik niet verteld. Ik denk dat het ook lucratief is om het op deze manier te doen. In 2011 was de grond in de Buikslotenham niets waard. Dat had niet alleen maar met de crisis te maken. Dat had te maken met het feit dat niemand zich kon voorstellen dat je daar kon wonen. Sinds 2011 zijn er een paar huisjes gebouwd en daarna nog een paar en daarna nog een paar individuele woningen. En die hebben gemaakt dat de prijzen die CPO-projecten konden vragen, dat die langzaam maar zeker omhoog dreven. En op een gegeven moment werden die rendabel. En nu is het zo dat die prijzen enorm over het kop gaan. Bij mij in de straat, het huis naast me, staat voor 7 ton te koop. En het heeft misschien 3 ton gekost.
Nou, dat is idioot. Maar het is dus gewoon lucratief om het op deze manier te doen. Dus je moet helemaal niet hebben over dat het zo goed voor de stad zou zijn uit ruimtelijk oogpunt. Maar je moet het volgens mij ook financieel aanpakken. En gewoon zeggen, je moet zoeken, je moet in de huid van de ontwikkelaar kruipen. En gewoon, ik zie mezelf ook als ontwikkelaar tegenwoordig. Als ik me voorstel, zeg ik, ja, jij was toch architect? Nou ja, ik ben nu ook ontwikkelaar. En dat, ik denk dat dat nodig is. Het is wel lastig in een markt die zo overspannen is als het nu is. Je komt er nauwelijks meer tussen. En dat maakt dus het extra urgent om bij de gemeente te pleiten voor het belang van die kleine partijen die er moeilijk tussenkomen. En is kleinere kavels dan per se de oplossing? Want die kleinere kavels zijn natuurlijk ook duurder. Dus je moet met elkaar dan gestapeld? Of zie je daar andere oplossingen voor? Ik zeg niet dat je alleen maar kleine kavels moet doen. Ik heb het over een biodiversiteit waarin en kleine en grote projecten mogelijk moeten zijn. Ja. Maar ik ben het er dus niet mee eens dat die kleine projecten er meteen uit worden gekikt zodra de markt weer even aantrekt. Ja. En jouw advies voor Groningen is dit. Mijn advies is, it's the land market, stupid. Ja. Nee, de grondpolitiek, daar moet je het over hebben. En gewoon daarover nadenken. Hoe zorg je dat je een voet aan de grond krijgt? In dat havengebied waar jullie het over hadden. Koop ergens een kavel. Zo simpel is het. Je kunt wel beleid maken en doelgroepen en weet ik veel. Maar de locatie kiest zelf zijn doelgroep. Ik heb ook CPO-projecten opgezet in Amsterdam en hebben het ook heel vaak gehad over, moet je nou nadenken over het idee, over de mensen of over de locatie? Je hebt gewoon een locatie nodig. Zonder locatie ben je niks. De rest volgt. Ik zie hier mensen lachen en ja knikken. Zijn laatste stelling klopt natuurlijk helemaal. Ik bedoel, dat is de essentie. En daar gaat het met de grondpolitiek de nacht van smelteren. Daar is het fout gegaan. Ik herinner u maar even aan. Toen heeft Den Haal de slag verloren. En het CDA de grondpolitiek om zo op zee geholpen. Maar daar moeten we tegenaan met z'n allen. Ja, de grondpolitiek belangrijk. In Groningen hebben we nog één groot voordeel. We hebben een fantastisch uitleggebied. Een suikerunie-gebied, dat mag nog ontwikkeld worden. En daar hebben we, denk ik, godzijdank de stad de regie gekregen over nog een heel mooi groot gebied. Dus daar hebben voorlopig de ontwikkelaars niet de macht. En daar zou, denk ik, met jouw concepten, maar ook de concepten die ik van anderen heb gehoord, daar zouden we aan werk kunnen. Maar niet de stad de macht, de kleine ontwikkelaar dus. Ja, het initiatief. Ja. Ja. Oké, ik wil graag de volgende spreker naar voren. Edwin Verduren.